kooplieden van de Haagse Markt en strandtenthouders hoeven 2,5 maand geen pacht aan de gemeente te betalen. Ook andere huurders van gemeentelijk vastgoed, zoals zwembaden en sportverenigingen, krijgen kortingen. De maatregelen maken onderdeel uit van een groter pakket om ervoor te zorgen dat Den Haag sterker uit de coronacrisis komt. Voor dit herstelplan is 40 miljoen euro beschikbaar. Daarmee komt het totaalbedrag dat de stad uittrekt om de coronacrisis te bestrijden op 133 miljoen euro. Tom Beugelsdijk heeft de rechtszaak tegen Albert Heijn verloren. Hij spande de zaak aan omdat de supermarktketen zijn beeldenis gebruikte bij het maken van extra reclame voor de populaire voetbalplaatjes. Hierdoor was de beeldenis van de verdediger prominent te zien in de winkels. Beugelsdijk, die de zaak begon toen hij nog bij ADO speelde, vond dat daarmee zijn portretrecht werd geschonden. Maar de rechter gaf hem ongelijk. In de CAO voor contractspelers is namelijk opgenomen dat spelers akkoord gaan met de plaatjesactie.